Oh mijn god, jongens en meisjes, de chapter 1 map komt legit terug in Fortnite. Wie had dit verwacht? Nou, ik ga vandaag in deze video alles aan jullie uitleggen wat hiermee te maken heeft. Maar eerst, dames en heren, laat even een blauw duimpje omhoog achter als jij hype bent voor de chapter 1 map die terug gaat komen. Vergeet even niet mijn supporter creditcode te gebruiken in de Fortnite itemshop als je het natuurlijk heel erg nice vindt om mij nog meer te supporten. En als je nieuw bent op mijn kanaal, vergeet dan ook niet te abonneren, want dan mis jij niks van deze dingen, jongens en meisjes. Want niemand had geloofd, niemand had gedacht dat wij inderdaad dus terug de tijd in zouden gaan in Fortnite. Dus ik ga even snel proberen te looten. Dan kan ik daarna gewoon beginnen met mijn verhaal. Want ik ben hier echt super, maar ook echt super hype voor. En ik hoop natuurlijk jullie zelf ook. Dus ja, ik heb al een shotgun. Ik heb al een SMG. Er lag voor mij net ook een AR die we mee kunnen nemen. Dus we moeten gewoon eventjes deze key uitgeven. Want daar kon ik een, ja kijk, daar kon ik een gouden Twinmac AR van kopen. Dat is natuurlijk sowieso nice. Kijk even deze beginloot, jongens. Dit is echt insane wat tot nu toe. Maar er zullen vast een aantal creators die Fortnite uploaden al een video over dit gemaakt hebben. Maar ik dacht, weet je wat, ik doe het ook gewoon. Misschien dat jullie het nog niet gezien hebben. Of ja, niet allemaal. En ik wil graag dat jullie hier allemaal van up-to-date zijn. Maar waarom dus de chapter 1 map terugkomt in Fortnite heeft te maken met de afgelopen update met Fortnite Mers. Of van Fortnite Mers, hoe je het maar wil noemen. Want daar is eindelijk de tijdmachine teruggebracht of ja, in toegevoegd. Die heel erg lang geteased werd. En op die tijdmachine staat een bepaalde datum, dames en heren. En die datum geeft niet zomaar iets aan. Die datum geeft de release date aan. Of de, ja, de dag dat Fortnite Chapter 1 Seizoen 5 gelanceerd werd. Oftewel, wij gaan waarschijnlijk voor volgend seizoen, dus voor Chapter 4 Seizoen 5, gaan wij dus terug naar, ja, de oude map, naar Chapter 1 Seizoen 5. En ik heb er een bepaald idee van. Die ga ik jullie zo meteen uitleggen wat ik denk dus dat er gaat gebeuren. Want wat het oorspronkelijke idee van Fortnite was, is om Chapter 4 Seizoen 5 een Lego seizoen te maken. Nou, nu is dat natuurlijk uitgesteld, zullen jullie weten. En daarom is waarschijnlijk nu dit gekomen. En gaan we dus daadwerkelijk voor het aankomende seizoen, wat echt super nice is, gewoon dus terug de tijd in. En ik denk dat Fortnite dit, als ze dit heel goed aanpakken, echt zoveel nieuwe spelers of oude spelers ook weer terug kan laten brengen. Wat natuurlijk echt bizar is. En er zitten hier mensen. Ik wou net zeggen, ik wil eigenlijk ook even kills maken in plaats van alleen maar een verhaal te vertellen. Maar, kijk eens aan. Twee kills hebben wij gelijk weten op te pakken. Dat is sowieso altijd lekker. Laat sowieso even in de reacties weten wat jullie ervan zouden vinden als wij dus terug zouden gaan naar de chapter 1 seizoen 5 map. Want ja, als dat dus de datum is wat op die tijdmachine staat, gaan we dus hoogwaarschijnlijk dus naar de chapter 1 seizoen 5 map terug. En daar kunnen we dus gewoon de OG map legit in Battle Royale spelen zonder daarvoor Creator 2.0 te hoeven gebruiken. Dus ja, ik ben heel erg benieuwd naar jullie mening. Ik vind dat zelf echt super vet natuurlijk, maar ja, jullie mogen ook je mening achterlaten. Maar volgens mij begint het nieuwe Fortnite seizoen over iets minder dan een maandje, wat natuurlijk echt insane is. En dan loopt daar iemand met een sniper. Wacht, dan gaan we even een leuke play maken. Wacht, ik gooi deze, pak die bazooka erbij. Yeet! Oh mijn god. Jammer dat hij niet in één keer dood ging, jongens. Wat een heerlijke kill was dit. Maar dat niet alleen, jongens. Chapter 4, seizoen 5, wat dus het OG seizoen gaat zijn, duurt ook maar 5 weken. Dat gaat maar 5 weken duren en dan gaan we dus met z'n allen door naar chapter 5. Dus dat is ook eigenlijk al iets wat insane is. Want dat gaat dus het meest korte seizoen ooit zijn in Fortnite. Maar misschien dus wel het meest zieke en lijpe seizoen. Wat misschien wel mogelijk is gewoon. Maar ik heb daar nog een theorie over wat dus precies gaat gebeuren. Maar die vertel ik jullie zo. Want ik wil eerst even deze NPC killen, zodat ik ook de slurpjes mee kan nemen. Ik word beschoten. Ik word vanaf de andere kant beschoten dat ik die NPC's wil killen. Kijk, ik word nu gesandwiched, jongens. Die guy gaat maar sowieso pushen, of niet? Ja, hij zit achter die boom. Hij heeft dat ding. Dan doen we even deze. En nu, bro. Nu ben je dood. Later, maatje. Nu moet ik even die NPC's nog killen. Kijk, dan moeten we deze nog even mee killen, jongens. Dan hebben we gewoon alles. Kijk, ik heb al een gouden AR, want daar heb ik een key voor uitgegeven. Die slurpjes neem ik sowieso mee. En ik denk dat ik ook gewoon dubbel healing ga rocken. Ik heb toch nog maar één rocken, dus dan skip ik mijn pumpkin lounge voor deze. Zo, die hebben we ingevuld. Uit. Zullen we de pumpkin lounge lekker laten liggen, jongens? Want ja, ik heb daar eigenlijk toch niet zoveel mee. Dus neem die mee. Dan neem ik ook gewoon die vissen mee, want dan heb ik gewoon twee healing slots, wat best wel oké is. Pak iemand de zip daar neer zo. Dan zit hij. Ja, die loopt hier bij die boom. Wacht. Maat, kom jij eens even hier. Ik wil jou even killen. Waar loopt hij? Hij loopt daar. Dat was mis. Oh mijn god. Hij pakt die zip dan omhoog. Are you kidding me, bro? Hij ging naar beneden. Zag je dat? Hij loopt nu weer hier beneden. Nu gaat hij dood. Let's go, nu is hij dood, jongens. Kill nummer 5 is ook binnen. En die freaking dinosaurus hier. Kijk of ik hier een betere shotgun kan kopen, jongens. Ik heb nog steeds een groene Maven. Ik kan die paarse nieuwe halen, maar ik vind die Maven denk ik toch net niet zin. Oh mijn god. Fortnite luistert gewoon naar mij, jongens. Maar hoeveel damage doet deze? 81. En deze gouden doet, even kijken hoor, 93. Ja, dan neem ik sowieso nog steeds de Maven mee. Die Maven vind ik nog steeds in zero build vooral chiller om te gebruiken. Maar bij dat kasteel staan voor mij ook nog een paar kistjes die ik kan kopen. Allee, laat me checken, wat ligt hier, jongens. Even dit openhakken. Kunnen wij hier een betere Maven kopen?
ook niet. Oh mijn god, oké, dan heb ik wel een klein probleem hoor. Maar het idee wat ik dus heb, is wat ik denk dat er gaat gebeuren, is wij krijgen dan natuurlijk de chapter 1 seizoen 5 map, als ik het goed zeg. En wat er dan vervolgens gaat gebeuren, is omdat het seizoen maar 5 weken lang duurt. Ik moet eerst even deze kerel killen hier zo. Hij zit hieronder. Ja bro, dan heb je leuk die vault geloot. Kijk maar, hij heeft de drumgun en hij heeft die shotgun. Oh my god, misschien dat ik die wel even mee moet nemen. Maar dat seizoen gaat natuurlijk 5 weken lang duren. En ik denk dus dat wij elke week een nieuw, zeg maar, seizoen dan ingaan. Dus we hebben natuurlijk chapter 1, seizoen 5. De week daarna gaan we dus naar chapter 1, seizoen 6. En dat tot en met seizoen X. En dan gaan we dus naar chapter 5 toe. Dat heb ik een beetje voor gevoel wat er gaat gebeuren. Als je dat met me eens bent, laat dat weten in de comments. Wat jij denkt, mag je zelf ook achterlaten in de comments, of course. Maar ik denk dus dat wij een lijpe 5 weken tegemoet gaan. Om de hype weer compleet, ja, te creëren in de game, zeg maar. En verder is het voor ons natuurlijk ook nog compleet afwachten wat er precies gaat gebeuren. Maar dat dit insane ziek is, ben ik het helemaal mee eens. Omdat het ook echt bizar is wat niemand verwacht had. Ben ik het ook mee eens natuurlijk. Maar ik wil nu eigenlijk even Loot Island op om mijn tweede slurp te pakken. En eventueel die gouden zoeken even te testen. Want ik heb hem nog nooit gevonden in het goud. Dus pakken we even de zipline. Let's go. En dan gaan we even kijken of die tweede slurp ook kan binnenhengelen. Rustig rift. Snel dak op. Klimmen, klimmen, klimmen. Oké, waar is die? Oh mijn god. Oké, deze shotgun is wel sterker jongens. Maar voor mij zag ik daar een paarse maven. Ga ik een paarse maven meenemen? Ik denk het wel. Hoeveel damage doet die? 89. Ja, ik denk dat ik toch voor de paarse maven ga jongens. Ik voel me met een maven toch nog eventjes net wat veiliger dan met die nieuwe shotgun. Omdat die... Ja, met die nieuwe shotgun moet je gewoon in één keer raar schieten. Doe je dat niet, dan ben je 9 van de 10 keer dood. Maar besef ook even wat voor flashback we allemaal op die map gaan krijgen. Ik weet niet wie er van jullie al in chapter 1 seizoen 5 Fortnite speelde. Maar ik weet dat als ik die map weer speel en het is legit Battle Royale, zeg maar. Bro, dan ga ik echt insane hard flippen gewoon. We krijgen dan ook de OG pump terug. We krijgen ook de OG scar terug. Als het allemaal goed is dan natuurlijk. Maat, het is echt zo bizar. Ik word beschoten. Ja, oh mijn god, en hard ook. Bro. Die guy heeft sowieso die Mythic MK Alpha of MK7. Chop die vis even. Let's go, ik heb nog één vis over, oké. Oh, ik moet naar Rumble Ruins. Ik kan natuurlijk de endgame zien, dus ik kan al naar Rumble Ruins pushen eventueel. Wat is slim, kijk. Ik kan al naar Rumble. Oh, en als ik daar ga zitten, dan zit ik in allebei de cirkels safe. Oh mijn god, ik moet gewoon nu gaan rotaten. Als hier iemand ziet te campen, jongen, word je helemaal gek. Er glijdt ook iemand. Wacht, als die kan heel laseren. Hij zit sowieso op de high ground daar of niet? Ja, voor mij wel, is dat een NPC? Nee, dat is die NPC. Dit is een goeie. Paar keer hit. Hij weet dat ik daar nu zit. Voor mij wordt hij nu beschoten door iemand anders ook. Oh my god. 7 mensen zijn er nog over, jongens. Hoe ga ik rotaten? Ik zit sowieso... Dit is de... Waar ik nu zit, is de volgende cirkel, zeg maar. Dus ik moet sowieso doorlopen naar die andere kant daar, zo. Goed stappen. Oh, jee, jee, jee. Bro. Let's go, bro. Let's go. Kroontje en al. Oh my god. Dankjewel. Deze guy me echt geblest. Deze guy me gewoon even een gratis kroon gegeven. Dankjewel, maatje. Dankjewel. Even reloaden. Ik moet dadelijk iets naar links lopen en dan zit ik gewoon veilig hier zo. Dan kan ik gewoon hier heel rustig uit gaan spelen. Alleen het feit dat hier mensen achter mij kunnen zitten maakt me wel bang, zeg maar. Kijk, zoals ik al zei, de volgende cirkel zit ik hier dus veilig. Oh mijn god, ik schrok echt kapot erg van die NPC. Maat, ik kan letterlijk gewoon even hier chillen, ouwe. Komt iemand aangeleden. Kijk, 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 kijk. Oh my god. Wacht, die moeten we even laseren, jongens. Waar loopt die? Die loopt... Ah ja, daar, daar. Cracked. Die moet ik pushen. Ik moet hem pushen, maat. Zit hier? Let's go. Oh mijn god, dat had ook een kroon. Oh, en de high set accelerator. Dankjewel. Oh, hij heeft een andere healing. Shit. Ik moet daar die big pot pakken. Voor mij lag daar een big pot ergens. Er ligt hier helemaal niks wat ik mee kan nemen. Ja, ik kan die minis meenemen voor nu, maar... Als het goed is, ligt hier ergens een big pot boven. Juist, kijk. Big potje. Meenemen. Als het goed is, kan ik die hier precies lekker achter de muurtje innemen. Kijk eens aan. Oké, ik moet daarna wel manoeuvreren. Waar moet ik heen? Oh, dat wist ik al. Daarheen. Oké, oké. Ik kan die minis meenemen, maar ik kan ook even kijken. Voor mij ligt daar nog zo'n zo'n broom, zeg maar. Die mythic broom. Die kan pakken, zou dat ook echt insane zijn. Alleen, waar lag die loot? Oh, hieronder. Oké, ik moet even stormbanner pakken. Dit is niet anders. Zo, rennen. Ligt hier een medkit ergens? Voor mij wel, hè. Kijk, ligt hier gewoon een medkit. Oh mijn god, dit is echt lekker, jongens. Neem die medkit even in ook. Oh, move. Ik moet daar gewoon al... Als ik daar uit zie komen, het is 1 tegen 1 tegen 1, hè. Daarboven dus... Oh my god. Dat deed even pijn. Die heeft mij eventjes hard gehit. Ik moet daar proberen bovenuit te komen. Ja, ik heb die broom. Ik ben even een plan voor mezelf aan het bedenken, jongens. Dit is ook niet safe. Nee, ik loop hier de verkeerde kant op. Oh, dit was niet slim, Chess. Ik moet die zipline daar pakken. Want dit red ik net niet. Nee, dat dacht ik al. Ik weet niet of die guy mij nu daar ziet. Oh my god. Kijk waar ik helemaal heen moet, guys. Ik moet letterlijk deze zipline pakken. Oh, maar dat hoort hij nu ook. Hij zit daar nog steeds. Daar is hij. Hij komt bij mij. Jeet! Oh god.
go! Oh mijn god, ik moet die slurp poppen. Nee! Bro, hoe overleef ik dit? Even serieus. Hoe heb ik dat tot nu toe overleefd? Hou op met me, ik heb 10 kills 1 tegen 1. Ik moet hier naar boven kunnen komen, wacht. Pop die impuls. Ah, dat red ik net niet. Oh mijn god, kijk waar ik sta. Kijk waar ik sta, guys. Wacht. Oké, okay, ik heb hier nou nog 1 impuls over. Hier moet ik het mee redden, jongens. Zit die guy hieronder? Ja, hij zit hieronder, hij zit hieronder. Kijk, kijk, daar is hij, daar is hij. Let's go, jongens en meisjes. Toch nog even een lekkere W gehaald. Crownwin nummer 33 is het volgens mij. Ik kan echt niet weer wachten op de oude Chapter 1 Seizoen 5 map. Abonneer gewoon op mijn kanaal en dan ga je het vanzelf allemaal zien.